in oren. Ze hebben een speciale uitdaging waar die ze bij jullie willen aangaan. Als jullie dinsdag 3 september op de avond om 8:30 hier aanwezig zijn met meer dan 2000 supporters, dan komt er een fotoshoot in lingerie. Henk, we staan hier op de Antwerp met de fotoshoot van de RAFC Ladies. Hoe is dit gekomen? Hoe ben je hier terechtgekomen? Wel, deze fotoshoot is tot stand gekomen doordat ik in de media vernam dat de uitdaging er was om indien meer dan 2000 supporters bij de eerste thuiswedstrijd uit de kleren te gaan, lingerie. En dan had ik iets van, kijk, ik ben de broer van Jacke van Kouwenberg en een groot Antwerp hart en daardoor... vond ik het wel tof om dat onder andere voor hem mee te doen. En deze kalender zal tot stand komen dankzij een hoop samenwerkingen. Ik doe dit Prodeo, ik heb mijn diensten aangeboden, ik heb de ervaring via de Showbiz kalender destijds uiteraard en andere sportkalenders. En vandaar dat ik dus mee ingestapt ben. Jij bent het gewend om met professionele modellen te werken. Dit is helemaal iets anders, denk ik. Zij voetballen, maar voor de camera is een heel nieuw gevoel voor hen. Hoe is het resultaat tot nu toe? Het resultaat tot nu toe is schitterend. Zij gaan ervoor. Je voelt wel een klein beetje de zenuwen. Maar ja, dat geeft ook de adrenaline om te poseren. En het ziet er al mooi uit. Ja. Henk, hoe gaat de kalender er juist uitzien? Ja, hij zal heel stijlvol zijn. Zwart-wit. Dat is een beetje mijn handelsmerk. En... sterk blikken, recht toe, recht aan. Dus eigenlijk in het concept sport meets art ben ik voor heel serene zwart-wit fotografie gegaan. Ja. Vanaf wanneer is die verkrijgbaar? De kalender zal verkrijgbaar zijn, maar dat zal nog tijdig aangekondigd worden. Waarschijnlijk vanaf 10 november, ze streven dat. En voor welke prijs kan men de kalender dan kopen? Die zal aan de democratische prijs van 8 euro worden aangeboden. Dus we kunnen er allemaal lenen bestellen. Het gaat allemaal rechtstreeks naar de clubkas van de Antwerp Ladies. Wij zijn van een Antwerp Ladies. En ons kalender komt binnenkort uit, dus ik zou zeggen, koop hem.